Hi, wat leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe haarverf video. Ik ga mijn haar verven. Ik heb het al jaren niet gedaan. Ik heb donkerblond. Maar ik vind het heel leuk om een keer weer heel lichtblond haar te hebben. En ik heb zoiets, waarom ook niet? Dus ik heb een verpakking die ik echt al heel lang heb. Nog nooit gebruikt. Ik zal hem er even bij pakken. Momentje. Dat is van L'Oréal. Deze. En de kleur is hel gold blond, gouden blond. Lijkt wel een mooie kleur, maar aan de andere kant, ik heb ook nog een andere pakje liggen, dus ik twijfel een beetje. Deze heb ik ook nog en dat is zeg maar very light blond. Die lijkt me mooi, dus ik denk dat ik het, ja, misschien wel, ja, ik twijfel een beetje tussen de kleuren. Maar ja, ik denk dat ik toch voor deze ga misschien. Die is nog lichter, maar hij moet ook niet te licht. Nee, dan kies ik toch wel helblond, denk ik. Laat ik het gewoon maar proberen, dan zien we wel hoe het wordt. Het is gewoon een leuke uitdaging. Als het nog niet bevalt, bewaar ik deze voor een andere keer. Het handige is, er zit zo'n handig dingetje bij. En dan kan je gelijk zo je haar, heel handig, met het dingetje de uitgroei doen. Ik heb geen uitgroei, maar ik heb donkerblond haar. Dus ik wil dat het heel licht wordt. Dus ik doe eerst een scheiding. En dan breng ik het Royaal aan. Dan begin ik en dan ga ik met een punt van een kam. Ik zal het even laten zien hoe ik dat doe. Moment. Dus ik heb maar één hand vrij. Kijk, dan ga ik heb zo'n handige borstel. Dan doe ik dit zo omhoog. En dan pak ik die kant. Dus ik ga alles bij langs. Kijk, het is wel dat het heel mooi al inwerkt. En het is een beetje lekker zacht ook. Een soort crème. En dan wrijf je het er zo helemaal in. Dus dan dat gelijk al het haar pakt. Kijk, heel handig. Dit borsteltje. Kan je het heel mooi mee insmeren. Ideaal. Helpt echt. Zoals je ziet gaat het best wel goed. En hier zit al flink wat in. Ik heb alleen op dit stuk. Maar ik heb hier achterin ook helemaal gedaan. En als je denkt lastig. Nou, je kan gewoon net als met die kam ook hoe je voor het achter ook doen. Dus steeds een stukje naar voren. Zorg je echt dat je bij alle plekken komt. Dus ik ga nog even rustig verder. Als je het niet geverfd hebt. Dan moet je het wel een halve laten intrekken. Maar je ziet hoe goed het er al in zit. En dat het ook best wel donkerder lijkt. Nou is het gauw blond achter. Dus ik ben heel benieuwd hoe mooi het is. Maar te licht blond is... Ik wil eerst heel licht blond. Maar te licht blond is ook helemaal niet mooi. Dus ja, heel donker blond vind ik juist wel gaaf, denk ik. Of wat donkere blond. Laat ik het nog 25 minuten intrekken. En dan ben ik heel erg benieuwd hoe het wordt. Dat ga ik natuurlijk ook aan jullie laten zien. Want ja, het zou dus om deze kleur gaan... En ik dacht eens een keer, want ik heb zo lang mijn haar niet geverfd, dat ik gewoon een keer zin in had. Hel gold blond of zo, nummer 9,3. Achterop staat dus dat het dit is. Ik dacht, ik doe ook wel een beetje een goed merk, weet je wel. L'Oréal Prijs wel goed. Ik heb hem ooit in de aanbieding gekocht, volgens mij. Hel bis dunkel blond. Oder in, nou ja, het wordt dus een beetje zo'n kleur. Oh, zo'n kleur. Dus ik ben heel benieuwd. Maar ik was dus benieuwd of dit nou permanent was of niet. Nog nat is, zie je er nog niks van. Maar wat ik even doe, wat ik belangrijk vind, is elke keer als je haar verf, dat je even de puntjes eraf doet. Dat doe ik altijd zelf met een kapperschaar. Heb ik gewoon een keer bij de Kruidvat gehad of de Big Bazaar. Het is wel belangrijk dat je daar even op let. Want kijk, echt een heel klein stukje als dit bijvoorbeeld de onderkant is. Dat je dan echt zeg maar de mini, echt zo'n stukje eraf of zo. Dus dat ga ik nog even doen. En dan ga ik de feunen laten kan jullie zien. Nou, ik ben helemaal tevreden met deze haarkleur. Het is echt heel mooi goudachtig blond geworden. Morgen even het daglicht kijken. Maar in het avondlicht is het ook al heel mooi. Ik heb ook een klein stukje van mijn haar afgeknipt. Dat het weer mooi valt. Dus morgen in het daglicht even kijken. Maar ik zie al wel dat het goed gelukt is. Dus ik ben heel benieuwd in het daglicht. Als het echt helemaal, droog. Nou, het is nu nog een heel klein beetje nat. Ik heb wel gefeund. Maar hoe het dan gaat... Hoe het dan uitziet. Maar ik ga het nog even laten zien. Hoe het eruit ziet in het daglicht. Maar zo is het ook mooi. Ik heb geen make-up op. Maar de haarkleur is zo geworden... En ja, het is even een paar dagen later. Maar ik ben heel erg tevreden met mijn nieuwe haarkleur. En vond je deze vlog nou leuk om te zien welke kleur helblond L'Oréal Perino is?
Zoals je ziet is het dus dit geworden. Vind je het resultaat nou mooi? En vond je deze video ook leuk? Doe het duimpje even omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal HSVL. En ik ben heel benieuwd wat je van deze kleur vindt. En of je het mooi vindt. En doe het duimpje even omhoog. Doei!